gewoon. Alex loopt bij de keys weer ooit. Hij is een meisje. Ik zwart LLB, ik mag ook wel een klooi. Ik zwart architectuur, Leroy zwart. CFI. Ja, en alle twee waren. Alle ook zwart. Maar nou, zwart is niet meer niemand, dus waar? Hij had al twee eerste miljoen gemaakt. Nee, dat zei hij. Spread the rumor. Ik heb narrative directing film van zwart bij City Boss Team. Ik zie op Stellenbosch. En ik heb hier kom. Ongemakkelijk, maar lekker. Dus ons is niet acteurs, ja. Ik heb moersbaar respect voor alle mensen wat het doen, man. Dat is niet het type acting wat jij op jouw alledaagse movies of zien wat uit Hollywood uitkomt. Dit is iets, je moet hier een type realiteit schep wat zo ver van de realiteit af is dat jij amper een andere dimensie is. Nog 6 miljoen mensen naar show kijken. 90% van ons nooit enigszins van ons enigszins worden by any other means possible. So, gaan hier, en als 1% van ons van die tunes gaan, dan is job fucking successful of something. Dan is like job well done. Als 99% van die mensen afgepist zijn, you know, what's new and zero belong. Ja, het is definitely meer toegankelijk. Het grote album Pantomime is wel experimenteel. Hierdie zal noodwendig voor meer mensen zal hierbij kan aanklank vinden. Daar is harde gitaren in, daar is solos in, daar is harde dromen in. Dat is niet elektronisch, want Pantomime heeft redelijk baie elektronische klanken gehad. So, ons weer eens in die probeer om een balans te vinden. Er is meer aan die lopende vloei van muziek, soos... Het is een lekker album. Heersend, het is groot, dit is baie diepte. Je kan niet vechten tegen die. Dit gaan oor aanvaarding, acceptance en uitkom. So dis beter om te aanvaar en net go with the flow en kyk wat dit jou bring. So dis lekker album, kom nou baie cool video wat ons ontsluit is. So as jy al nou gaan ek 'n album hou, dis bevalt, dis rarig, dis groot, dis powerful, dis kragtig. Dis gaan cool, dit gaan rarig, as goed klink in jou kar, dis lekker album, gaan goed klink in jou speaker by huis. Gaan kry dit, ja. We'll be right back.